Oké, nou, we hebben dus geen makreel gevangen. Je laat me ook even zien hoe je een makreel slacht. Ja, Retsie. Ja, Retsie. Ook je vader kan vis slachten. Alleen jij bent even sneller. Ja, dit is even sneller, denk ik. Maar we hebben dus niets gevangen. Maar omdat Javi verschrikkelijk chagrijnig, boos en verdrietig was en de hele boel bij elkaar had lopen schreeuwen, hebben deze hele aardige vissersmannen uit Syrië, ik hoop dat jullie ze kunnen zien, want ik kan het niet zien tijdens filmen, ons niet één makreel gegeven, niet twee. Ik zei op een gegeven moment, het is genoeg. Ik denk dat we wel 10 makreels hebben gekregen. En ja, wat doen vissers? Die maken een vis niet dood. Die nemen ze gewoon mee in een plastic zak. Hier is de plastic zak. Dus wij kregen allemaal levende makreeltjes mee die langzaam aan het stikken waren. We hebben 7 makreeltjes. Oh, 7. Nou, ik vond dat zielig. Dus ik heb gevraagd of Milke ze direct wilde slachten. En gelukkig, mijn man houdt ook van beesten. Dus alles wordt direct doodgemaakt en weet het vanavond en morgen, denk ik. En overmorgen. Kijk maar, mama. Wacht even. Zo, groot hè? Mag ik eens vasthouden? Ja, die ook. Javi, ben je nou wel blij? Ja. Oh, nu wel. Nog één. Gaat het nog groot houden? Gatver. Zijn we wel allemaal bij? Ja, natuurlijk hebben die arme beesten bloed. Javi. Maar goed. Nee. Gelukkig heb ik hier een hele wijze van mij. Hier het, Javi. Stap, zeg maar. Oh. Ik pak hem wel. Pak jij het zakje maar. Zo slachten we de vis. Ja, zo slacht je. Die Milko, hè. Ik ben trots op je. Hij kan alles. Hij slacht kippen, hanen en ook vissen. En haalt ze zo snel mogelijk uit de leiden. Daar waar echte vissen ze gewoon laten stikken, maakt mijn man ze gewoon dood. Ja, ik weet het, Javi. Met name. Je Javi? Ja? Het is geen speelgoed, hè? Hé, het is een levend dier. Wat ook pijn voelt. En wat we daarom direct doodmaakt, zodat we het kunnen opeten, oké? Ja. Alles wat we doden, eten we op. En anders doden we ook geen dier. Ja.